قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Een mooi onderwerp, een onderwerp. een onderwerp die we allemaal nodig hebben. Een onderwerp die ons allen aangaat voor het heden en de toekomst. Namelijk hoe voed ik mijn kind op een praktische islamitische wijze op? Dit onderwerp. Daar willen heel veel jongeren, heel veel pedagogen, heel veel ouders en heel veel niet getrouwde, maar ook heel veel getrouwde mensen, moslims over weten. We gaan inshallah in een reeks van 15 afleveringen proberen, proberen zoveel mogelijk informatie te geven, kennis te geven over hoe ik mijn kind opvoed volgens de islamitische wijze. Dit is een verantwoording van ons allemaal. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۖ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهِ" Allah, ma Allah Subhanahu wa Taala zegt in dit vers: O jullie die geloven. Dus hij spreekt mij, beste broeder, aan en jou ook, jou, o vader en moeder. O jullie die geloven, weert jullie zelf, weert jullie zelf en jullie gezinnen. Een hellevuur, een hellevuur waarvan de brandstof mensen ...en stenen zijn. Mensen en stenen zijn. Niet ik... ...niet jij, beste broeder... ...niet jij, beste zuster... ...willen dat nog wij... ...nog onze kinderen... ...brandstof worden van het helfuur. Wil jij weten... ...hoe je dat kan... ...vermijden? Kijk mee, beste broeder en zuster... ...naar deze vijftien... ...afleveringen van een reeks... ...waarin we leren hoe gaan we op onze kinderen... Op een islamitische, praktische wijze opvoeden. We gaan kennis maken met de algemene mens, de eigenschappen van de mens, van de fitrah van de mens. We gaan ook kennis maken met de eigenschappen van het kind in elke leeftijd. We gaan ook kennis maken met hoe je kennis kunt maken met je eigen kind. En we gaan ook kennis maken met. De fundamenten van de opvoeding. En vervolgens gaan we de soorten van opvoedingen per, per leeftijd gaan we bespreken. Opvoeding van de akida, van het geloofsleer. Opvoeding van de ibadat. De sociale opvoeding. De seksuele opvoeding. De economische opvoeding. De opvoeding van de tijd. En allerlei andere soorten opvoedingen per leeftijd met een praktisch programma die jij zelf uit kunt voeren en waarmee jij jezelf en jouw kind met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala kunt weren van een helle vuur waarvan, waarvan de brandstof mensen en stenen zijn. En zodat deze kinderen voor jou een bescherming zullen worden in jouw graf voor de bestraffing in jouw graf en voor het hellevuur op de kiyama. en zodat ze jou meenemen naar het paradijs met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Wil je dat doen? Volg mij dan in deze 15 afleveringen. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khaira wa wa bihamdika an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu